Tommy, van harte gefeliciteerd met je nieuwe contract. Dankjewel. Hoe blij ben je met deze nieuwe verbindenis? Ja, super blij. Ja. Het is voor mij ook een droom die uitkomt. Dus ik ben daar super blij mee. Voor hoeveel jaar heb je nu getekend? Ik heb nu voor 4 jaar getekend. Ja. Geboren in Utrecht, nu je contract verlengt bij de FC. Je hart ligt hier wel, kunnen we wel zeggen. Dat kan je wel zeggen, ja, zeker, 100%. Hoeveel seizoenen is er al bij de club voor jou nu? Ik kwam hier vanaf 11, dus dit zou iets van mijn 10e seizoen al zijn. Ja, dit wordt mijn 10e seizoen. Op naar meer, zullen we zeggen. Je hebt al deze zomer de overstap gemaakt naar het eerste elftal. In Venlo maakte je basisdebuut. Je maakt mooie ontwikkelingen mee, volgens mij. Ja, zeker. Ik maak zeker mooie ontwikkelingen mee. En op naar meer natuurlijk ook. Dat is ook wel erg belangrijk, dat het niet hierbij blijft. Je ouders zijn erbij. Wat betekent die voor jou? Ja, alles. Eigenlijk vanaf vroeger al, toen waren ze altijd al met me bezig met voetbal en eigenlijk de beste voorzieningen en omstandigheden voor mij te creëren. En ja, nu ben ik al een stukje ouder en nu probeer ik de beste omstandigheden voor hen ook te creëren en ook voorzieningen. En nee, ik ben super blij dat ik zulke ouders aan mijn zij mag hebben. Je hebt een razendsnelle ontwikkeling meegemaakt. Wat zijn nou specifieke dingen waar jij op het veld hebt ontwikkeld in die tijd? Waar ik denk dat ik me heb ontwikkeld op het veld is wat rustiger aan de bal geworden. Dus dat ik niet zo heel snel niet van slag raak of zo. Even kijken. Ik denk qua posities ook heel erg. Met de jongens met wie ik speel, die hebben daar heel veel ervaring ook in, die ze met mij hebben gedeeld. En daarin ben ik qua positie denk ik wel beter geworden. En dat geeft mijzelf ook een stuk meer vertrouwen. We staan aan het begin van een nieuw seizoen in de Eredivisie. Wanneer is die voor jou persoonlijk geslaagd? Wanneer is die voor mij persoonlijk geslaagd? Ja, dat is een goede vraag. Nee, heel erg ernaartoe hebben gewerkt dat ik uiteindelijk in de basis mag starten. En vrijdag was dat dan zover. En nu is dat aan mij om erin ook te blijven staan. En voor mij is sowieso een persoonlijke doel om sowieso zoveel mogelijk wedstrijden dit seizoen te spelen in het eerste elftal. Ja, en om gewoon zoveel mogelijk te leren van mijn teamgenoten en de staf. Om mij zo goed mogelijk te maken. En daar geef ik sowieso 100% voor. Jordi gaf net mooie woorden. Dat moet je ook trots gevoel geven, denk ik. Ja, zeker. Zeker, zeker. Dat biedt voor mij sowieso perspectief in de toekomst. En wat er gaat gebeuren, dat gaan we nog zien. Maar in ieder geval ben ik super blij dat hij er ook vertrouwen in heeft. En dat geeft mij natuurlijk ook daarin meer vertrouwen. Nogmaals, Tommy, van harte gefeliciteerd. Dankjewel.